Dat telefoonnummer is 020-793-742, Amsterdam 793-742 of 070-277-337, Den Haag 277-337. Hier eindigt... Goedenavond. Tot zover onze special uit het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Verder nu met de actualiteit van vanavond, de kaping van de Boeing van de KLM. Goed nieuws daarover, die kaping is afgelopen. We hadden u dat ongeveer zo'n 3 kwartier, denk ik, geleden al kunnen melden. Maar we wilden onze special op dat moment, dat was een heel emotioneel moment, niet onderbreken. In Amstelveen was de hele avond voor Nieuwslijn collega Rolf Pagano. Rolf, waarschijnlijk grote opluchting in Amstelveen. Ja, uiteraard is men hier bij de KLM zeer verheugd over het feit dat alles om 11:05 hier de bericht binnenkwam dat de zaak helemaal afgelopen was en dat het alle gevaar voor zover al aanwezig geweken was. We willen even terugkijken op wat er nu precies gebeurd is, want het zijn wel een paar merkwaardige feiten. Het gaat hier om een kaper van 15 jaar oud die via zijn horloge een bom tot ontsteking zou hebben kunnen brengen. Het zijn merkwaardige verhalen. We willen graag doorpraten hierover met de hoogste baas van de KLM, als ik het zo mag zeggen. Dat is president-directeur meneer De Soet. Meneer De Soet, welkom in Nieuwslijn. Eerst over die beëindiging. Hoe is die kaping exact beëindigd? Heeft daar een bestorming plaatsgevonden? Heeft de jongeman zich overgegeven? Exact weet ik het niet, want ik moet leven van de informatie die we telefonisch uit Rome hebben gekregen. Maar er is geen enkele indicatie dat het met een bestorming of gewelddadig is gebeurd. Het is veel meer dat hij zich klaarblijkelijk op het laatste moment heeft overgegeven. Deze jonge man, ik zei zojuist al, was 15 jaar oud. Wat weet u verder van de man? We hebben dat natuurlijk zo snel mogelijk via de passagierslijsten nagegaan en nagetrokken. We weten dat het een jonge man is die een tijdje hier in Nederland was en op weg terug was naar zijn ouders in Sardinië. En ook wel dat hij een tamelijk onevenwichtige jonge man was. Dat is trouwens ook wel gebleken. Geestelijk labiel bedoelt u? Onevenwichtig, ja. Wil dat zeggen dat u niet vermoedt dat er enige politieke motieven of iets anders achter deze daad hebben gezeten? Nee, al vrij vroeg bleek uit de gesprekken die hij met de gezagvoerder voerde dat niet het motief was, nee. Zijn eisen zijn in de loop van de avond ook telkens veranderd. Kunt u daar iets meer over zeggen? Hij had van het begin af aan gesteld dat hij geld wilde hebben en wel $1 miljoen. En hij wilde dat er doorgevlogen werd naar Rome. En dat daar bij de landing dat geld er zou zijn. En bovendien er een nieuw toestel zou zijn wat hem verder zou voeren naar eerst Kuwait en daarna Tjaad. Na dat hand heeft hij zijn eisen en inzichten daarover gewijzigd en wou die naar Amerika, naar New York. Waar is deze jongeman nu? Hij is nu in handen van de Italiaanse autoriteiten. En de passagiers? De passagiers hebben zich verspreid al of niet over het hotel of zijn op weg naar hun nieuwe bestemming. En de bemanning, hoe is het daarmee? De bemanning die hebben we op dit moment aan de lijn en die vliegt of door of gaat morgen terug naar Schiphol. Waren er nu, meneer De Soet, uiteindelijk wel of niet wapens aan boord? Was er nu wel of niet een bom in het toestel? Dat laatste weet ik niet precies op dit moment, maar het lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Moeten we dan als luchtpassagiers in de toekomst bang zijn voor iedere puber die met dreigementen in een vliegtuig stapt? U niet. Wij als luchtvaartmaatschappij kunnen geen enkel risico nemen, maar ook geen enkel risico en dienen alle maatregelen te nemen die de veiligheid dienen. Ik feliciteer u en de bemanning van het vliegtuig in Rome. Nog even over die beveiliging. Praten we verder met de woordvoerder van de dienst luchtvaart van de Rijkspolitie, meneer Hirsch. Eveneens welkom in Nieuwslijn. Er zou misschien wel een bom aan boord hebben kunnen zijn. In ieder geval is dat serieus genomen, anders dan ben je niet 5,5 uur in onderhandeling met zo'n kaper. Dat betekent dat men dus de mogelijkheid heeft aanwezig geacht dat zo iemand door de security komt met een bom. Ja, ik denk dat dat een wat premature veronderstelling is. Anders neem je het niet serieus. Nee, maar we nemen het daarom serieus en kennelijk de autoriteiten daar ook. Omdat je praat over zulke grote belangen, je praat over mensenlevens, je praat over behoorlijke dreigementen. Ook in de betreffende wetboeken van strafrecht zijn dit soort straffen behoorlijk zwaar afgesanctioneerd. Nou, al dat soort feiten, dat zegt er al iets van, dat je dit soort dingen altijd serieus moet nemen. U hebt het over de straffen. Wat voor een gevangenisstraf staat zo'n jongen te wachten, denkt u? Het wetboek van strafrecht ken ik wat dat betreft niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat het een van de zwaarste vrijheidsstraffen op dit delict staat. Kan de Rijkspolitie, de dienst luchtvaart, dit soort zaken voorkomen?
De jongens in Amsterdam opgestapt, hè? Ja. Of we het kunnen voorkomen, daar doen we ons uiterste best voor. Dat komt omdat, ja, nogmaals, dit soort vreselijke feiten die leiden tot dit soort dingen die hier vanavond gebeurd zijn. We proberen de beveiligingsmaatregelen die we hebben, proberen we zoveel mogelijk te optimaliseren. En als u zegt, internationaal kan het voorkomen worden. Ja, als ik dan naar de 17 jaar geschiedenis kijk van de kapingen, dan zijn er enige honderden kapingen geweest. Dus het kan kennelijk niet altijd voorkomen worden. Goed, dank u wel, ook voor uw toelichting. Dat was het voor dit moment vanuit het hoofdkantoor van de KLM in Amstelveen. Waar nogmaals de opluchting natuurlijk groot is over deze kaping die uiteindelijk allemaal loos alarm bleek te zijn. Toch zijn we blij dat het voorbij is. Terug naar Hilversum. Dat was Rolf Pagano in Amstelveen. De collega's van het NOS-journaal hebben natuurlijk vanavond de zaak van voor tot achter, van het begin tot het einde gevolgd. In de studio van het journaal zit Harm Assize. Harm, goedenavond. Dag Joop. Hebben jullie al beeld uit Rome? We hebben beeld binnengekregen uit Rome. Dat kwam om een uur of 9 binnen. En dat gaan we nu even laten zien. De Abel Tasman hier, ver weg, op een uiterste landingsbaan, heel ver weg van de pers. Mistige luchthaven vanavond, Fiumicino. De Boeing 737 was om 5:05 van Schiphol vertrokken naar Milaan. Maar werd vlak voor de landing dus overmeesterd en gedwongen naar Rome. Daar kwam het om 7:00 aan. En dit zijn dan de eerste passagiers die werden vrijgelaten. Dat waren er 63. Zo te zien waren de meeste van hen, hadden de Italiaanse nationaliteit. Mensen die uit Nederland voor de kerstmis naar Milaan zijn gereisd. De passagiers zien er zo tamelijk rustig uit. Er wordt een sigaretje gerookt, wordt gelachen. Niet erg onder de indruk wat ze net hebben meegemaakt. Na die 63 passagiers heeft de kaper dus nog een tijdje 34 mensen onder bedwang gehouden, waaronder 6 bemanningsleden. Maar om 10:50 gaf hij zich over, kwam naar beneden tussen de passagiers in. Alle passagiers en bemanningsleden ongedeerd, zoals we dus gemeld hebben in het journaal van 10:30 op het andere net. Dat was het uit de journaalstudio. Terug naar Joop Daalmeijer. Bedankt, Harm. En het journaal is, geloof ik, later op de avond nog op dit net aanwezig. Met, als er dan nog beelden zijn van die kaper die uit het vliegtuig komt, dan zult u die daar zien. Wij hebben ook een correspondent in Rome, Rick Rens. Hij is op dit moment aan de telefoon. Rick, goedenavond. Joop. Heb jij nog laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat ik vrij weinig kan toevoegen aan hetgeen Harm Assize net heeft gezegd op de journaaluitzending. De kaper is inderdaad naar beneden gekomen tussen de passagiers in en wordt op dit moment ondervraagd door de Italiaanse autoriteiten. Later op de avond zal de minister van Transport, die vrij onduidelijk is geweest, zeker toen de kaping was afgelopen, of leek afgelopen te zijn, over of de kaping nou wel of niet was afgelopen, daar zijn wat tegenstrijdige berichten over gecirculeerd. Manino, de minister van Transport, zal vanavond een persconferentie geven waarin hij precies uit de doeken zal doen wat er nou is gebeurd. Het was heel moeilijk soms met communicatie met Italië. In Italië was op de televisie nog niks bekend over een ontknoping toen dat in Nederland in het journaal van 10:30 was gebeurd. Dat klopt. Er is hier in eerste instantie om rond 10:45 werd nog tegengesproken. Toen in Nederland inderdaad de bericht al circuleerde over de vrijlating van alle passagiers en bemanningsleden, is hier tegengesproken door Manino dat die vrijlating inderdaad was geschied. Later, zo tegen 11, is Manino weer bij de pers geroepen en heeft hij inderdaad bevestigd dat alles gelukkig was afgelopen. Goed, wordt voor jou nog een drukke nacht. Je gaat op zoek bij de passagiers waarschijnlijk? Ja, de passagiers zijn in hotels ondergebracht, ja. Dus het zal denk ik aardig zijn om in ieder geval even met ze te spreken. Ja, dat lezen we morgen ook in jouw krant in NRC. Bedankt Rick. Dankjewel. Tot zover dan een gelukkig einde van een kaping. En ook meteen het einde van deze uitzending die dankzij veel improviseren en medewerking van de collega's van het NOS-journaal gemaakt kon worden. Volgende week zijn we er niet. Namens Nieuwslijn wens ik u een heel plezierige kerst of een zalig kerstfeest. De beste wensen voor het nieuwe jaar en dan zien wij u graag terug. Goedenavond.